ADO 20, nieuw dit seizoen in de BetNation Divisie, staat keurig op een 12e plaats. Hoeft zich geen zorgen te maken als het thuis speelt tegen Kozakken Boys. Wedstrijd onder leiding van Shona Shukruna. Kozakken Boys, de ploeg van Edwin Grunholz, mag zich natuurlijk wel zorgen maken. Want de na-competitie is voor de ploeg uit Werkendam het hoogst haalbare. Eerste kans in de wedstrijd is voor de thuisploeg met deze kopbal. Als ook de tweede kans voor de thuisploeg is. Kozakken Boys wordt teruggedrongen. Dan wordt die bal wel gewerkt door Jansen. Maar is daar de rebound. En die wordt binnengetikt door Maurizio Brenna. En het gaat daar verdedigend niet goed natuurlijk bij Kozakken Boys. Wouters had die bal misschien weg moeten schieten. Maar voordat hij het weet wordt hij binnengetikt door verdediger Maurizio Brenna. En staat het dus 1-0 voor de ploeg van Roy van der Meijen. Dan heeft de thuisploeg natuurlijk inspiratie gekregen. Emsen, dit is Gilani Helder. Dietmaars van afstand probeert. En voor het nodige doelgevaar zorgt dus. Kozakken Boys, dat maar één puntje haalde in de laatste vier wedstrijden. Hier meteen in de problemen op Sportpark De Vlotte. Want daar is de 2-0. Nee. De kans was daar voor Dylan George. De goede ingreep is daar van Lorenzo Piquet. Waardoor erger wordt voorkomen. Na de goede openingsfase van ADO 20 is hier het antwoord van Kozakken Boys met Mario Bilate. Hij zet de aanval op. Daar is Tremoer. En de kopbal is van Riley Ignacio. Maar die bal landt op het dak van het doel. Kozakken Boys komt zo halverwege de eerste helft wel wat meer onder de druk van de thuisploeg vandaan. Tremoer. Naar de linkerflank. Daar staat Kevin Rook. Die heeft een goede voorzet in huis. En wat een doelpunt is dit, zeg. Mario Bilate. Niet altijd fit, 32 jaar, maar hij kan wel voetballen en hij kan zeker ook scoren. Met links prima ingeschoten, met dank natuurlijk aan de man van de voorzet, Kevin Rook. En dan staat het dus gelijk. Nou, de 20 dat de laatste 6 wedstrijden niet heeft verloren. En hier wordt dan toch iemand onderuit getrokken door Kevin Rook. En dan is het rood of geel? Dat is nu de vraag aan Shona Shukruna, de scheidsrechter. George zegt, ja, het was toch rood, doorgebroken speler. Maar Shona Shukruna is mild voor Kevin Rook, die er goed vanaf komt met geel. En even later een grote kans voor Bilate, op de 2-1 zelfs, voor Kozakken Boys. Ze staan 8 punten achter op de ploeg boven Kozakken Boys, Excelsior Maassluis. Dat gaat lastig worden natuurlijk. Maar ze doen er wel alles aan hier vandaag, als aan de andere kant ondertussen Dylan George weer er vandoor is. Hij wil een hoekschop, maar krijgt hij niet. Zo is het een aantrekkelijke wedstrijd. Met de stand van 1-1 halverwege. En hier een ongelukje als Prior op het achterhoofd schiet. Van zijn aanvoerder Ted Hampson. Die had hij niet zien aankomen. En dus is er even een natte spons noodzakelijk. In een leuke wedstrijd. Onder heerlijke omstandigheden gespeeld. Met ook kansen, zoals hier, voor Kozakken Boys. Daar is opnieuw Kevin Rook. Deze bal kan worden weggewerkt. Er is dan gewisseld bij ADO 20. Milan Zonneveld is in de ploeg gekomen. En dit is een van zijn eerste acties. En wat doet hij daar? Wat doet hij daar? Oh, de sleep met rechts. En dan het inschieten met links. Dit is een fantastische goal, zeg, van Milan Zonneveld. Legt daar zowel doelman Jansen als Piquet in de luren. Hij scoort een hele fraaie tweede treffer voor ADO 20. Het staat dan dus 2-1. Het is weer aan Kozakken Boys. En dus komt er ook wat meer ruimte voor ADO 20. Lekker balletje weer. Zonneveld is daar van Wouters af. En dan scoort hij opnieuw. Milan Zonneveld staat nog geen 4 minuten op het veld als invaller. En heeft al 2 keer gescoord. Hij maakt persoonlijk het verschil hier in de wedstrijd. Tilt ADO 20 van 1-1 naar een 3-1 voorsprong. En dat is toch even een tikkie. Dat wordt uitgedeeld aan Kozakken Boys. Metsdorf hier. Keukens, goed aangespeeld. Frank Keukens, daar is Bilate weer. Oh, die rekenen we ook goed. Wat een goal, zeg, van Mario Bilate. Snoeihard, stijf in de kruising. En dan is het toch weer spannend. 3-2. Kozakken Boys. Alles of niets. Met dit schot van afstand. Goed schot, zeg, van Lorenzo Piquet. We hebben misschien wel een puntje verdiend, Kozakken Boys. Maar hadden niet gerekend op die Milan Zonneveld. Die dus al 2 keer scoorde. Zonneveld hier weer aan de bal. Oh, nou zeg. Wat doet hij dat acrobatisch. Zonder een liesblessure op te lopen. Tikt hij die bal hier hoog over doelman Brian Jansen heen.
En beslist hij de wedstrijd in blessuretijd definitief. En komt ADO 20 dus op 4-2. Dankzij drie treffers vooral van Milan Zonneveld. Dat gebeurt in blessuretijd. Kozakken Boys probeert het nog wel. Maar dit is het laatste moment uit de wedstrijd. Een leuke wedstrijd, een interessante wedstrijd. Waarin Milan Zonneveld drie keer scoorde. Hij was de absolute uitblinker. En Kozakken Boys, ja, ze hebben het meer dan voortreffelijk gedaan. Maar ze verliezen opnieuw.